Ik ben 26 jaar en ik woon in Maden, nou ongeveer bijna 2 jaar. Ik ben slechtziend en betekent ik heb een soort trilogen waardoor ik heel slecht kan focussen en waardoor ik dus ook heel erg moe word. Daardoor blijkt het eigenlijk dat mensen mij soms met stok zien, soms zonder, soms met een geleidehond en soms ook zonder. En ik vind het heel erg lastig dat ik best wel veel opmerkingen krijg omdat ik de hondenpoep van Sammy niet hoef te ruimen. Want ik kan het namelijk niet zien. En hoe ga ik met die beperkingen om? Ik loop soms met een lange stok. Soms loop ik met Sammy. En soms loop ik gewoon met helemaal niks. En dat is bijvoorbeeld als ik in bekende winkels loop. Hoef ik niet met een hulpmiddel te lopen, want ik ken daar alles. Waar ik tegenaan loop is dat mensen mij overschatten, maar ook onderschatten. Overschatten gebeurt eigenlijk voornamelijk omdat ik soms zonder stok loop, soms met, dan weer met hond, dan weer zonder hond. Mensen kunnen er eigenlijk geen pijl op trekken. Daardoor denken ze heel vaak dat ik niet eens slechtziend ben, maar dat ben ik wel. Komt door als ik heel erg moe ben, dan zie ik ook veel minder. En daardoor hoef ik ook de hondenpoep van mijn hond niet op te ruimen, want ik zie het ook gewoon niet. Het is heel erg vervelend als mensen daar dus ook opmerkingen over maken. En over het onderschatten gaat het voornamelijk eigenlijk over dat mensen denken dat ik helemaal niks meer kan. Of dat mensen denken dat ik iets aan mijn hoofd heb in plaats van alleen aan mijn ogen. En dat ik ook zelfstandig helemaal niks kan. Ik wil jullie ook nog iets vertellen over mijn geleidehond. Dit is namelijk Sammy. Sammy is nu ongeveer bijna 2 jaar bij mij. Je ziet dat hij heel goed reageert op mij. Sammy is alleen maar aan het werk als hij buiten is en als hij dit hesje aan heeft. Als hij dat hesje dus niet aan heeft, mag hij gewoon lekker spelen. Mag hij gewoon kroelen met iedereen. Maar wanneer hij dit hesje wel aan heeft, dan mag je hem niet aankijken. Niet naar roepen, niet aaien, helemaal niks. Gewoon de hond compleet negeren. En dan komt het helemaal goed. Er staat heel duidelijk op, de hond negeren AUB. Dus je mag hem niet aankijken, je mag er niet tegen praten en je mag hem ook niet aaien. Wat mij zou helpen is dat mensen mij gewoon behandelen alsof er helemaal niks met mij aan de hand is. Maar als ze vragen hebben, dat ze het gewoon vragen aan me en niet aan andere mensen, zodat ik het dan weer uiteindelijk weer ergens anders bij hoor.